Hey, ik ben Sam en vandaag gaan we kijken naar een van mijn favoriete apps op de iPad, namelijk Write Room. Write Room is een van de apps die het mogelijk heeft gemaakt voor mij, zeg maar, om de iPad voor een groot deel als vervanging voor mijn MacBook te gebruiken. De oplettende kijker ziet misschien al dat ik hier een keyboardkoffer aan heb zitten op dit moment. Daar gaan we straks pas eventjes naar kijken, die combinatie. Maar eerst kijken naar Write Room. Write Room is eigenlijk echt een super simpele applicatie. Waar eigenlijk het enige wat je kan doen schrijven is. Natuurlijk zitten er wat opties in waar we naar gaan kijken. Maar het gaat om het tikken op je iPad, het schrijven van documenten. En dan vooral tekst met niet al te veel opmaakopties. Eigenlijk geen opmaakopties. Maar omdat het een fullscreen rustige app is, ook met weinig afleiding. Nou schrijf ik mijn stukjes in Markdown. Hè? Dat is een opmaaktaal. Dus op die manier heb ik toch wel de opmaak erin. Omdat iedere teksteditor dat ondersteunt. Maar daarom zie je misschien wat rare dingetjes ertussen staan. Omdat ik dus in Markdown zit. Goed, we kunnen onderaan naar de instellingen zoeken. Een nieuwe map aanmaken of een nieuw document aanmaken. Laten we daar maar mee beginnen. En dan noemen we hem test. En dan zetten we zo... ik heb er al eentje met test. We zitten in Untitled. Zet hem even op fullscreen en dan kijk ik eventjes of het goed overkomt op de camera. En inderdaad, kijk, hier gaat het dus om. Het is een simpele teksteditor. We zien het toetsenbord en nou ja, daar werkt het tikken dus op zoals je verwacht. Maar er is een extra rij toegevoegd aan het toetsenbord. En dat zijn... knoppen die je zelf in kan stellen. Zoals gezegd doe ik veel met Markdown. Dus ik heb wat Markdown specifieke symbolen gebruikt die ik vaak gebruik. Maar dat kunnen we zo meteen zien bij de instellingen dat we dat kunnen instellen. Dus stel nou dat je een stukje tekst hebt. Zo, ja, ik moet eventjes een beetje zo snel tikken natuurlijk. Een beetje met mijn vingers over het scherm. Zo. Dan heb je op een gegeven moment een stukje tekst. En een ander ding wat dus erg makkelijk is en erg goed is van deze app, is dat er aan de linkerkant zitten er pijltjes toetsen. En met die pijltjes toetsen kan je dus gerichter selecteren. Misschien heb ik dit verkeerd geschreven. Ik heb natuurlijk alles verkeerd geschreven nu. Maar dan sta je, als je met je vinger drukt, dan kan je inzoomen. Hè, zeg maar, dan kan je ergens selecteren. Ik zit er vaak nog één of twee naast en dan moet ik weer opnieuw selecteren. En dat is nogal een gepruts. Met deze pijltjes toetsen kan je veel makkelijker dan instellen waar je moet zijn, zeg maar. En dat is erg makkelijk. En natuurlijk, de symbolen die jij vaak gebruikt in de stukjes die je eventueel moet schrijven of wat dan ook. Daar kan je dus natuurlijk de specifieke symbolen voor neerzetten aan de zijkant. Voordat we naar de instellingen kijken, kijken we ook eventjes naar de integratie met een Bluetooth toetsenbord. Ik zet nu eventjes mijn toetsenbord aan. Ik even het schuifje vinden. Zo. En wat er dan nu gebeurt is dat we niet meer het toetsenbord omhoog krijgen, dat we net zagen. Maar, even kijken, maar gewoon met het toetsenbord zelf kunnen tikken. Dus dat betekent dat we gewoon vanaf een fijner toetsenbord kunnen tikken dan het onscreen toetsenbord. En dat werkt natuurlijk gewoon prima. Dit is een test met het toetsenbord via Bluetooth. En dan krijgen we dus niet meer de onscreen toetsen naar voren. Maar de pijltjes toetsen op het toetsenbord zelf werken natuurlijk wel. Dus dat is ook een erg handig en prima integratie. Natuurlijk zoals je mag verwachten hoor. Oké, zet ik eventjes het Bluetooth toetsenbord weer uit. Zodat we weer terug zijn in de app en hoe die app eruit ziet. Gaan we even kijken naar instellingen. Een van de fijne dingen die ik vind dat Write Room heeft is een goede integratie met Dropbox. Ik heb mijn Dropbox account gelinkt aan dit ding. En zodat ik op mijn Mac en op mijn iPhone of op een Android tablet die ik op dat moment aan het testen ben of wat dan ook. Altijd mijn documenten bij de hand heb om dingen terug te lezen, aan te passen en te versturen naar Martijn natuurlijk. Als er wat gepubliceerd moet worden op de website. Want ik stuur mijn stukjes naar Martijn. Hij edit ze en zet ze in de website. Ik stuur ze dus in Markdown. Goed, die Dropbox synchronisatie is super. Want dan heb je dus gewoon aan de linkerkant heb je al je Dropbox bestanden die in de rootmap staan, zeg maar, van de map die je hebt aangewezen voor Dropbox. Maar je kan daar zelfs mappen en dingen tussen creëren. Dus we zouden hier kunnen we een nieuwe map maken. En dan kunnen we dus onze documenten beter orderen en scheiden en dat soort dingen natuurlijk. Dus dat is ook handig. Oké, terug naar de instellingen. We kunnen, je zou bijna zeggen natuurlijk, maar omdat die zo beperkt is, is het misschien een klein beetje verrassend. We kunnen de fonts instellen, de kleurtjes van de tekst en al dat soort dingen kunnen we instellen. Ik heb hem redelijk op standaard staan. Volgens mij heb ik de tekstgrootte 1 punt groter of kleiner gemaakt.
En de lijnspacing heb ik aangepast, denk ik. Maar daar kunnen we dus allemaal keuzes in maken. We kunnen de tekstkleur, de achtergrondkleur. We kunnen kijken welke tint de achtergrond moet hebben. En dat soort dingen. Dus als we hem iets hoger zetten, zullen we zo meteen zien dat hij iets geler is. Ik weet niet hoe goed dat overkomt op de camera. Maar hij is nu wat geler. En zo dus wat nog wat meer. Er is Text Expander integratie. Daar heb ik nog geen app review van. Maar dat is ook een geniale app. Zodat je bepaalde dingen die je vaak moet zeggen. Bijvoorbeeld een afsluiting van een e-mail of wat dan ook. Kan verkorten. Het is een functie die sinds iOS 5 ook wat in iOS beschikbaar is. Dus daarom heb ik er nog niet naar gekeken. Maar als je fan bent van Text Expander, zul je blij zijn met die integratie. En een advanced optie. En hier zitten heel wat opties. Hoe wil je de folders en de documenten ordenen? Wil je autocorrectie, ja of nee? Of alleen maar soms? Het extended keyboard waar we het net al over hadden. Wil je hem aan of uit? Misschien heb je er helemaal geen behoefte aan. En welke symbolen wil je aan de bovenkant? Kunnen er maximaal 9 zijn? Super handig dus. Het automatisch detecteren van links. In mijn geval, omdat ik Markdown gebruik, niet handig. Maar in heel veel gevallen heel erg handig. Wel of niet weergeven van de statusbar. De scroller. Wil je all caps, headings. En in wat voor een formaat moet de tekstbestand worden opgeslagen op? In mijn geval dus de Dropbox. Goed, ja, er is weinig meer over te zeggen. Dat was een snelle kijk op Write Room. De app kost €3,99 in de App Store en is daarmee dus geen goedkope app. Zeker voor een app die zo uitgekleed is qua functionaliteit, zeg maar. Maar voor mij maakt het plezier van het tikken, zeg maar, op de iPad enorm veel groter en was het dus waard. En vooral het afleidingsvrij tikken of schrijven, hoe je het wil noemen, dat blijkt toch wel heel erg fijn te zijn. Zeker op een moment dat je dat kan combineren met een Bluetooth toetsenbord bijvoorbeeld, waar je fijn mee uit de voeten kan. Oké, heb je een vraag over Write Room of over een andere app die we eerder hebben gedaan? Laat een reactie achter in de YouTube comments. Heb je een verzoekje voor een app die we kunnen gaan bekijken? Laat die ook achter. We zullen ons best doen om dat zo snel mogelijk te doen. Dat was hem weer. Tot de volgende keer.